Goedemorgen. We zijn weer wakker. Chris net naar zijn werk toe. Die moet vandaag dus werken. Wat is er, Lily? Lily is al lekker aan het eten. We hebben weer een lekkere boterham met pindakaas, Lily. Hey. Hi, prinsesje. En de lieve grote prins van mama en papa. Ook een lekkere boterham met pindakaas. Maar die heeft hij altijd zo op. Dylan is een pindakaasmonster, hè Dylan? Ja. Lekker drinken, watertje erbij. Mama ook. Maar ik heb lekker een pap met pindakaas en jam. Amy's. Ja, heel vaak. Ja, dat doet mama heel vaak. Mama lekker. En Amy's een flesje aan het drinken. Dat neem ik zo over. Dus wij gaan even lekker eten. En dan zijn we er straks weer. We gaan even buiten in de moestuin kijken. Wat is dat? 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 Wat Ja, lekker buiten, hè? Goed? Goed. De tomaat. Hartstikke goed. Het is wel, hè? Puntje? Oh, ja. Dat is Dylan gemaakt, hè? Ja. De vogeltjes, hè? Ja. Ze hebben wel van gegeten, hè? Ja. De tomaat, dat is een beetje klein, maar het is nieuw gekocht, deze is niet zo goed. Wat wil je graag, Dylan? Ik heb deze. Oh, je gaat gewoon die eraf halen. Wil je even afpoelen, hè? Oh, even binnen afpoelen. Ja, waar is goed, liefheid? Ja, we staan bij de stilte, zeg maar. Lizzie, we lijken daar in de bak. Hey! En we zitten daar. Is het lekker? Ja. Ja? Goed, jongen. En nou, ga je even lekker naar buiten. Ja. Nou, tot straks, jongen. Oh, je rozijntjes. Ja, je rozijntjes, hè? Kom je ook even zitten? Lily had de rozijntjes erop. Kom je ook even zitten? Ja, dat doe ik straks, oké? Okay? Ja. Nou, ik... Ja, hier even nog een beetje opruimen. Even kijken wat Amy wil. Misschien wil ze nog even lekker spelen. Dan haal ik er even uit de stoel. Lily die kan even spelen daar. Ga je mooi bouwen? Je wil nog roze rozijntjes. Dus ik ga nog even wat rozijntjes pakken. En dan ga ik even een kop koffie maken. We hebben nieuwe koffiebonen gehaald. Super lekker. Dus ik ga eventjes daarna even heel even kort op de computer. Met een kopje koffie. En ja, even wat dingetjes uitzoeken. En even kijken of ik misschien een tuincentrum kan vinden. Want een tuincentrum zijn zo erg duur. Dus ik ga even kijken of ik misschien een marktplaats iets kan vinden ofzo. Dus dan ben ik er straks weer. Lig je lekker? Mama komt je pakken. Gaan we even lekker naar bed. Oké? Okay? Een slaapje doen. En hier ook nog eentje die een slaapje gaat doen ook. We gaan een lekkere dut doen. Ja. Yeah. Nou, ik ga even de meisjes op bed leggen. Kijken of ze een lekker slaapje willen doen. Amy zit in de oogjes te wrijven de tijd.
En Lily gaat altijd rond deze tijd naar bed. Dus ik ga ze even lekker op bed leggen. Zo, de kindjes zijn weer wakker. Hallo Lily. Ik heb niet geslapen. Nee, Dylan, zei, ik heb niet geslapen. Nee, die heeft niet geslapen, jongen. Hè? Lily en Amy wel. Lily en Amy hebben lekker geslapen. Die zijn weer wakker. Dylan heeft heerlijk buiten gespeeld met zijn waterpistool en zijn stoepkrijt. En wat nog? Een emmer water natuurlijk. Oh ja, met zijn vriendje. Ja. Gelukkig wel, hè? Kijk, en nou is hij een lekkere boterham met pindakaas aan het maken. Ik ga nog er een maken met pindakaas. Ja, maar we gaan eerst die lekker opeten. Oké. Daarna nemen we ook weer lekker mijn kaas en komkommer en rode uitjes. Vond je het lekker, toch? Ja. Slaatje, ja. En ik ga voor Lily een boterham maken. Dan doen we pindakaas erop en dan eet ze ook lekker wat komkommertjes en zo. En Amy, die is hier aan het drinken. Oh, mama komt helpen, die vat. Hè? Dus dan gaan wij... Gaan we even lekker eten. Oh, 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 oh god. Ja, ja. Dus wij gaan even lekker eten. En dan zijn we er straks weer. Smakelijk eten, Lily. Smakelijk eten. Smakelijk eten, jongen. Dag. Dag. Ga je zwaaien? Zeg maar dag. Dag. Hoe heet ze, schatje? Dag. Dag. Doe je ook zwaaien? Ga even zwaaien, Lily. Doe maar zwaaien. Zeg maar dag, dag. Ik kan wel zwaaien. Dag zeggen. Dag. Oh, Lily ook. Goed zo, meisje. Zo, we hebben even de schelpen gevuld. Dan kan Dylan... Hop. Kan Dylan zo in de schelp. En Lily ook. Ik ben benieuwd, want het is de eerste keer voor Lily in de schelp. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga nog even kijken. Ik moet even een armband aanvullen. Voor Lily, warm water erbij. Gaan we zo lekker een bad. De boten. Hi Dylan. Hallo. Kijk je neven. Oh, ga Lily, gaat het bij jou? Hij stil niet aan de duplo. Het meer samen gaat. Hè? Kijk, ik heb een bootje. De boot zinkt. Die boot is gezonken. Een mooie zwembroek aan de Lily. Hey. De boot is gezonken. Nee, die wil nog niet zelf een badje, Lily. Nummer 7 is gezonken. Komt vanzelf, hè? Wow. Ja, is ik schonk in nummer 7. Oh, gaat de leeuw zwemmen? Deze kan niet steken. Hij steekt niet. Hij steekt niet. Lily denkt, ik pak alles voor het in mijn bad. Daar hebben we opa en de oma met Amy. Hallo Sjaad. De grootpa. Oh, wow, het eiland. Een vol. Ik ga ze koekelen. Kijk eens lieverd. Hier lieverd. De leeuw. Ja, goed zo. Die ook. Pak ze maar. Zachtjes, lief hoor. Ze doen ook allemaal andere mensen lekker in de tuin te genieten, hè? Oh, oh. Hier, Lily. Lily. Kijk eens, lieverd. Ja. Oh, de leeuw. Tijger, sorry. Dylan heeft een onderzeeër, hè, Dylan? Een haai. Oh, een haai. Oh, sorry. Straks bijt hij in je billen. Hij gaat op land brengen. Wat ga je doen, Lily? Ja. We hebben de boot. Is dat mooi, Lily? Nee. Ja, je zit al een beetje, hè? Goed zo. Ja. Oh, lekker, hè? Oh, zit die onderdaan? Onder de dikke bibs. Oh, is Amy. Goed zo, Lily. Ja! Ja, je komt. Zullen we een ander boot? Ja, ga je maar een andere schaal opdelen. Een speciaal voor jou. Oh. Je zit in bad. Lily! Kijk.
Kijk, opa. Ja, Lily. Oh, spat er mee. Is dat mooi? Goed zo, meisje. Had oom hier zomaar erin gezet, hè? Dat is lekker. Dat is een mooi zwembadje, Lily. Nou, kunnen we de hele zomer in, hè? Het moet nog zomer worden, dus. Lily. Lily. Liefie. Lily, kijk eens aan mama. Hai, is het lekker? Stout water. Oma vindt stiekem ook lekker, oma. Ja. Ik wel. Is toch ongelooflijk dat we nu al... Hallo Dylan, wat heb jij? Ijsje. Of een ijs heb jij? Zonder suiker. Blijf bij je ijs. Ja? Suiker. Oh, lekker. Is het met stevia? Is het met stevia? Ik weet niet wat stevia is. Was het zonder suiker maar is? Ja. Oh, met wat dan? Zonder suiker. Dan. Ijs zonder suiker. Hij ruikt niet heel zoet. Lekker hoor. Kijk eens. Ja, lekker met kaart. Misschien wel alleen een hapje, schat. Nee. Tellen. Doe maar hap. Ik heb een raketje genomen. Zo, ik ben weer thuis. De hele dag gewerkt. De hele familie aan de eettafel. We eten lekker nasi. Opa. Ja, opa. Jammy. Een hapje. Dylan natuurlijk, naast opa. Oma. En Lily. Mama. Hallo. Mama heeft de nasi gemaakt. Kijk, het ziet er goed uit. Opa, een hamburger. Moet even hoesten. En zijn theesaus heeft ze lekker zelf gemaakt. Dat is altijd. Oh. Dat moet je niet doorvertellen. Zelf gebakken cassava chips. Oh nee, die hadden we gekocht. Gebakken? Ja, dat wordt gebakken. In olie. Hoezo, dat duurt lang? Hoe kom je daarbij? En Amy. Ja. En die krijgt ook lekker. Op die kant liep wat vloeibare nasi. Oh nee, dat is melk. Nee, die kant zo. En dan krijg ik gelijk een paar schoppen van tegen mijn been op. Oh nee, ze doen rustig, kijk. Voetbal. Ja, die moet je wel. Kick to the leg. Dus wij gaan lekker eten. Jullie misschien ook wel, geen idee. Smakelijk eten allemaal. Ja, smakelijk eten. Lily zegt dag. 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 Ga maar dag. Dag. Dag papa. Ook ja, ook mooi. Ja. Welterusten. Kijk, hier is Lily. Die heeft net nasi op. Zoals iedereen. En Lily eet het op haar eigen manier. Zodat ze straks, misschien morgen, ook nog wel stukjes heeft. Kijk, op de wang. Lily. En op de buik. Op de benen. Op de buik, ja. En op de muur. Op de muur. Nee, niet op de muur. Dat heeft opa gedaan. Wauw. Zeg papa, nou hè. Ja, ja. Poetsdoekjes, snoetendoekjes voor hè. Billendoekjes. Poetsdoekjes, weer schoon hè. Zo. Maar het blijft een prachtkind. Handjes. Ciao.